Hallo, ik ben Wolter Kroes en ik ben vriend van Kinderen met MS. Ik wil u hartelijk welkom heten in het Nationaal Kinder-MS Centrum Erasmus MC Sophia. Gaat u met me mee? Tegenover mij zit professor Dr. Rogier Hinsen. U bent hoofd van de afdeling MS. Er is een jongere website gekomen, althans een website voor kinderen met MS. Waarom is die website opgericht en wat is het belang daarvan? Wij vonden dat die website hard nodig was, omdat er heel weinig goede informatie was over de ziekte MS bij kinderen. Goede informatie over de achtergronden van de ziekte, over waar het vandaan komt, maar ook over wat er gebeurt in een ziekenhuis als je als patiënt verdacht wordt van MS. Nou, is er een relatie tussen de Vriendenloterij en MS Research? Wat houdt die relatie in? MS staat stevig op de agenda van de Vriendenloterij. En de Vriendenloterij geeft ieder jaar een flink bedrag aan MS Research voor MS-onderzoek. En daarnaast mag er ieder jaar ook een extra project ingediend worden met een partner. Fantastisch. Ja. Ik zit hier met Iris, Pieter en Mickey achter een beeldscherm. Pieter, jij weet hier heel veel vanaf. Ja, ik heb er 3 dagen voor gestudeerd. Wat is dit? En dit is de Kinder-MS-centrum site. Nou, het ziet er mooi uit. Dus als je onzekerheid hebt over MS, wat houdt het in als kind? Wat moet je ermee? Hoe moet je ermee omgaan? Hoe gaat het in zo'n ziekenhuis met je omgeving? Kun je gewoon naar de website. Nou, erg overzichtelijk, super gaaf. Top. Ja, vind ik ook. Hartstikke bedankt, man. Alsjeblieft. Nu kan ik ook tenminste eens kijken wat het inhoudt. Ja. He? Super.